Mijn naam is Daniel. Tada! Welkom bij Circus Expert. We gaan jullie leren Mills mes met kegels. Poef! Mills mes is een ingewikkeld patroon waarbij je handen kruisen en ontkruisen. Het is verstandig om het eerst te oefenen met balletjes. Daar hebben we ook een video over. Zoek deze op ons kanaal. Als je het allemaal balletjes kan, ga ik uitleggen hoe je dat met kegels kunt oefenen. Met kegels, met balletjes gooi je vaak de eerste paar ballen heel erg gekruist over je patroon heen. Met kegels is dat wat lastiger. Dus de kegels komen soort van naast elkaar te liggen. Ik gooi het naast elkaar en naast elkaar de andere kant op. Dus de kegels blijven een beetje op hun plaats. En dan gooi ik 1, 2, 3 aan mijn linkerkant. 1, 2, 3 aan mijn rechterkant. Dus 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Links, links, links. Rechts, rechts, rechts. Ik begin links. De volgende keer komt nog links ervan. De volgende keer komt nog links ervan. En dan naar rechts. Rechts ervan en rechts ervan. Eén keer van de zijkant. Links, links, links. Rechts, rechts, rechts. Links, links, links. En verder is het precies hetzelfde patroon als met balletjes. Dus als je met balletjes kan, het is een beetje ingewikkeld omdat je hand af en toe een beetje in een andere positie is met draaien met de kegel. Maar verder, met een beetje oefening, kan Mills mes ook met 3 kegels worden uitgevoerd. Succes!